Op weg naar Tokio doen we een aantal challenges met elkaar. We gaan 9 verschillende muziekstijlen testen. Okay. Om te kijken wat het doet met jouw herstel. Nou, stroom meteen tijdens de challenge gaan we je wat muziek laten horen. Maar heb je überhaupt wat met muziek? Nou, ik gebruik wel. Zeker met krachttraining luister ik wel naar muziek. Maar ik ben zelf ook altijd wel een beetje zoekende wat ik nou chill vind. Dus ik ben benieuwd of hier nieuwe informatie uit gaat komen. Ben je er klaar voor om voor het echt te beginnen? Weet ik niet. Oh, gatver. Doet het wat met je, deze muziek? Nou, ik vind het niet heel chill. Ik denk dat het wel misschien een gunstiger effect heeft op het lopen, maar minder gunstig effect op het herstel. Oké. Dat hoop ik, want anders moet ik dus altijd naar deze rotzooi luisteren. Tijd voor ronde 3. Oh. Ook goed, hè? Nog 1 is wel de leuk. Feestelijk rondje? Nou, het is zo afgrijzelijk dat het wel lekker afleidt. Ronde 4, jazz. Oh ja, dit is wel... Ja, wat beter, hè? Beter. Ja, dit was wel beter. Is de reactie hier beter? Ja. Het liep ook wel lekker. Lekker? Ja. Oké. Okay. Zoals jullie hebben kunnen zien, train ik sinds kort met dit Garmin Forerunner 645 Music horloge. En het mooie is, jij kan hem ook winnen. Ah!